zou aan u willen vragen of u een onderscheid kunt maken tussen generieke profielen, risicoprofielen en daderprofielen. Volgens mij hebben we net voorbeelden gehoord van daderprofielen. En waarom u dat wil blijven doen? Waarom is het volgens u objectief gerechtvaardigd? In Europees recht wordt gesproken van very weighty reasons. Dus ik vraag me af ook wat het verschil van toetsing is, wat gehandhaafd wordt. Om dat te kunnen toepassen in daderprofielen, maar ook in risicoprofielen en generieke profielen. Ja, nou, die daderprofielen die zijn denk ik helder. Ik denk ook wel dat het goed is om ons heel bewust te zijn van risicoprofielen. Op basis waarvan je zeg maar in je werk staat. Hè. Dus ons werkterrein is zo breed en zo groot. Dat het ook belangrijk is om zeg maar niet een risicoprofiel te hebben wat een grote maat van algemeenheid kent, maar wat bestaat uit meerdere elementen die maken dat iets leidt tot een risicoprofiel. En dat kan nooit alleen etniciteit zijn. Wanneer is het volgens u gerechtvaardigd om een risicoprofiel op te stellen waarin iemand zijn etniciteit of nationaliteit in zit? Wanneer is dat concreet? Ja, heel concreet. Ja, dan moet ik even goed nadenken. Hoe politieagenten mij zien, die zien mij gewoon als een Marokkaan, zoals de andere Marokkaan. En dat geeft gewoon, ja, ik weet niet, het geeft gewoon een rot gevoel. Van waarom moet ik mijn ID-kaart laten zien? En dan zei hij van, ja, je staat op een opvallend tijdstip op een opvallende plaats. Het slaat nergens op. Ik ben gewoon aan het joken. Kijk, op het moment dat je staande gehouden wordt of aangehouden wordt, en op die manier bejegend wordt, wat het met je doet. Nou, ik kan u verklaren, ja, het raakt me diep in mijn kern. Ik vond het echt een aanslag op mijn recht als burger.